Waar ga jij speciaal op letten bij deze film? Ik ben heel erg geïnteresseerd naar hoe mensen Caribië en de identiteit van vooral Caribische eilanden definieert. Ik hoop dat ik daar iets van mee krijg. En zeker ook op de manier hoe een poëet naar een eiland kijkt. Is duidelijk een metafoor of wat hij daar allemaal aan plakt. Ik ben sowieso geïnteresseerd in aparte films, maar ik laat me graag verrassen. Dus ik ben benieuwd wat ik straks kan verwachten. Ja. Goedenavond, mijn naam is Paulette Smit. Ik heet u van harte welkom namens het Belmer Park Theater, namens Ida Doos Productions en namens Rebecca Rose Productions uit Aruba. Home from Silver Mountain. Did you come across escaped meanings that morning when the bus kept you waiting, the elevator failed again, and the girl with the big questioning eyes came sitting next to you on the bench, coughing? We opened our pages once more, while people increasingly panicked, began to run past us in the street, faster and wilder and more, can this be the day that the letters have been unloaded? This the hour of the glutton and the omnipresent gorging swarms of syllables. We will live in a hurt world full of dangers that without healthy meaning will only represent themselves. Here on the bench, the books have been closed. In their yellowed covers, they rest on our lap. We read about the Silver Mountain, where words recently learned how to read and have become very angry and capable of anything. Lange documentaire die over Derek Walcott gemaakt is, hè? Dus Ida, what is your secret? Well, first of all, I'm not blonde. So, dat kan het niet zijn, maar ik kan er eigenlijk niet goed antwoord op geven, Paulette, want hij was in 2008 hier in Amsterdam. Ik heb hem toen mijn kaartje gegeven en gezegd, Mr. Walcott, please remember my name, because I want to make a documentary film on you. En ik wil graag naar St. Lucia komen om dat te doen. Nou ja, er zijn toch wel wat jaren overheen gegaan voordat het is gelukt. Niet dat hij nee zei, maar je moet natuurlijk partners vinden, geld vinden. Het is natuurlijk dat hele crowdfunding waar je ongelooflijk dat je dat gedaan hebt gekregen. Ik vond het een mooie film. Dat zeg ik niet om een goed woordje te doen, maar ik vond het mooi geschoten vooral. Ik denk dat ze de afwisseling van de poëzie en de beelden, zeker met de natuur en zo, vond ik heel prettig om te zien. Veel afwisseling, inderdaad,
de link met de, de Hindi of de Indische cultuur, met die shots en een hele andere zware stem eroverheen of zwaar geluid eroverheen. Vond ik gewoon heel netjes, was heel intrigerend. It was really nice. I thought it was a good depiction of the island itself and the affection that we St. Lucians sort of have for Mr. Walker. And I think it was like wonderfully depicted with Sir Dunstan Ormer, that he, the way he spoke about him, about like this guy from St. Lucia, this little island that went into the world and produced beautiful things, but quintessentially is still very much St. Lucia. So yeah, I like, so all that was like beautifully made in that movie.